aanscherpen van preventiemaatregelen. In de Amerika's hebben wij op dit moment 417.416 bevestigde positieve gevallen, waarvan 12.597 zijn overleden. In Suriname hebben wij de teller nog steeds 10. Er zijn geen nieuwe bevestigde positieve cases binnengekomen en overleden 1. Onlangs zijn er 4 personen genezen verklaard in Suriname. Een hiervan is de Franse ambassadeur die intussen teruggereisd is naar Suriname. De exit screening van de repatrianten van Aruba en contactpersonen van positief bevonden personen heeft gisteren plaatsgevonden. Dat was dus de 15e dag van de quarantaine en ze zijn na een fysieke exit screening uit quarantaine gehaald. Het gaat hier om een totaal van 109 personen. Echter hebben wij personen gehad die zich niet aan de quarantaineregels hebben gehouden en niet aanwezig waren voor de exit screening. Deze personen zijn uiteindelijk wel opgespoord. Het protocol voor ontslag uit het ziekenhuis met daarbij genezing, verklaring, als ook postmortale zorg bij het overlijden en lijkafhandeling staan op de COVID-19 website. Het protocol voor de komende repatriatievluchten uit Nederland zullen zijn overheidsquarantaine en worden momenteel door het volksgezondheidsteam met het crisisteam van het Academisch Ziekenhuis aangescherpt. Ook de medische zending treft verscherpte maatregelen. De medische zending heeft in het kader van COVID-19 preventie 48 grieppolies opgezet in het binnenland om verdachte gevallen op tijd op te vangen en te isoleren. In samenwerking met de Braziliaanse ambassade is een manier gevonden om de mensen met de Portugees talende, sprekende mensen ook op te vangen en zoveel als mogelijk te informeren. Zij zijn dus de intermediair van het ministerie van Volksgezondheid en spelen de informatie door aan de 178-lijn. Momenteel wordt er hard gewerkt aan hoe wij de Spaanstaligen in Suriname ook kunnen bereiken, zoveel als mogelijk. Het ministerie van Volksgezondheid geeft nog steeds het advies dat gezonde burgers geen maskers aanhoeven. Maskers zijn voor professioneel gebruik en dienen als zodanig te worden ingezet. Echter hebben wij gezien dat velen dat daarvoor wel kiezen en we vragen aan de mensen die toch nog een masker gebruiken om te onthouden dat een masker steeds aanraken is gelijk als geen masker aandoen. Een masker omgekeerd aandoen biedt geen bescherming. Een masker dat langer dan 5 uren gebruikt is of vochtig geworden is, moet worden vervangen. Een masker wassen garandeert geen bescherming. Uw handen niet wassen en een masker aanraken vergroot het besmettingsgevaar. Het is moeilijk ademen door een N95 masker. Dit maakt dat u het meerdere keren wegschuift om aan de kin te zetten of op het hoofd, welke contaminatie vervuiling van het masker verhoogt en zo ook het risico op infectie. Van de personen die in quarantaine geplaatst worden, gaan de mensen op dag 15 uit quarantaine nadat ze een fysieke exit screening hebben ondergaan. Er is slechts een kleine groep die symptomen vertoont en dan ook in isolatie geplaatst zal worden. Van de groep in isolatie test een deel positief, maar herstelt ook een groot deel hiervan. We aanhalen, dit zijn de procedure, dit is niet het geval tot nu toe geweest. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de curve die we hebben gemaakt voor Suriname ons brengt op 5000 gevallen als de richtlijnen en de maatregelen niet in acht worden genomen. 5000 severe cases, ernstige cases die ziekenhuisopname zullen behoeven. Tegenover een capaciteit van 500 in wat we nu hebben. De Nationale Ziekenhuisraad is hard bezig
om voor verschillende scenario's een plan uit te werken. En die delen we ook zo gauw als mogelijk met de samenleving. Dank u wel, directeur Volksgezondheid. We heten ook van harte welkom de minister van Financiën, de heer Gilmore Hoefdraad. Kolonel Sleenkart had wat updates nog niet. De pers wordt nu in de gelegenheid gesteld om alvast wat vragen te stellen. U heeft daartoe de gelegenheid. Naar aanleiding van de verklaring van Volksgezondheid. En daarna gaan we naar de overige statements. ABC. Goedemiddag, Sam Blankendal, ABC Nieuwsdienst. Ik heb op de vorige persconferenties enkele vragen gesteld. Een daarvan was dat op de site van WHO Suriname is genoteerd als een land met local transmissions. En mevrouw Jesseren gaf maandag aan dat ze dat zou natrekken. Ik zou graag daarop antwoord willen hebben. En vorige week stelde ik de vraag, de aanzien van 5G wereldwijd is er een discussie losgebroken over een verband tussen 5G en coronavirus. Kolonel Sleenkart gaf aan dat daarover nog niets is gesproken met Telesuur en de veiligheidsdiensten. Is er misschien vandaag wel antwoord daarop? En dat zijn eigenlijk vragen met betrekking tot vorige persconferenties. En ten aanzien van het beleid van BUSA. Zijn er ook vragen gesteld die reeds waren aangekaart door verschillende mensen? Hoe staat het met de rescue package als je niet op een van de destinaties bent, bijvoorbeeld in Peru? Is in whatever land. Hoe moeten deze mensen het doen? En ja, dat is het zo'n beetje vanuit vorige vragen van andere vorige persconferenties. Dankjewel, ABC. Mevrouw Hoever van de Waardheid. Goedemiddag. Twee vragen voor de directeur van Volksgezondheid. Als u even dichterbij komt. Ja, ik heb twee vragen voor de directeur. We merken dat de Vereniging van Medici in Suriname zich zorgen maakt. Ze vinden dat er niet met ze is gesproken over de huidige situatie of de ernst van de huidige situatie in zijn algemeenheid. Kunt u misschien aangeven wat de situatie is op dit moment en waarom de Vereniging van Medici niet bij is betrokken? En u en de directeur van Sociale Zaken hadden aangegeven dat personen die werken binnen de thuiszorg, dus die belast zijn met de zorg van ouders, niet meer dan twee banen of niet meer dan één baan op naam mogen houden. Dus ze moeten zich alleen maar bezighouden met de zorg van die ouders bij die specifieke instelling. Er is gesproken over Esther Stichting en Huizen Asianen. Zijn twee instellingen die gerelateerd zijn aan de overheid. Hoe staat het met particuliere instellingen waar ouderen zijn ondergebracht? En hoe staat het met de controle om erop toe te zien dat de mensen zich daadwerkelijk aan één baan houden? Dank u wel. Meneer Harderwijk. Goedemiddag. Voor de directeur van Volksgezondheid. De mensen die in de zorg werken, ik denk aan de verpleegkundigen. Ik heb vandaag nog met iemand gesproken. Ze vragen als ze een... Dus de mensen die met de patiënten werken, de COVID-patiënten werken. Ze vragen als ze een risicotoelage zullen krijgen. En ik heb nog een voor de verduidelijking. Is het zo dat we alle vragen mogen stellen of alleen aan de directeur? Goed, voorlopig even Volksgezondheid. Oké, bedankt. Dan gaan we naar de beantwoording. Directeur. Op de eerste vraag klopt. Ik heb het nagetrokken. De WHO heeft hun classificaties, hun eigen nieuwe classificaties, nog niet geüpdate op hun website. Ik heb het direct opgenomen ook met de PWR, de PAHO WHO representative. Ze heeft mij dus toen toegestuurd de PAHO Situation Report. Ik heb het ook laten plaatsen op de website, omdat de PAHO wel de nieuwe classificaties en de nieuwe concepten heeft bijgevoegd, waarbij wij nog steeds behoren tot het land met sporadische cases. We hebben nog sporadic cases, we hebben nog geen clusterverband ook en nog geen community spreading. Zodra dat zover is, zullen we dat ook zeker doorgeven. Ik begrijp de vraag niet zozeer van de VMS en ik zal u uitleggen waarom niet. De VMS is er ook bij betrokken geweest in alle protocollen waarmee we bezig zijn geweest. Ook de richtlijnen hoe wij
patiënten op de verschillende polies zouden behandelen. Er is een algoritme gemaakt. We hebben dat ook op de website geplaatst, waarbij dus het ondersteund werd door en de VMS en de RGD, als ook, en dan praat ik over de huisartsenlijn van de VMS en alle andere actoren in de eerste lijn. Dat werd dus ook ondersteund, ook door de medische zending. We hebben toen dus de maatregelen ook erbij gezet, die we op de bovenste website hebben geplaatst. Er wordt met ze gecommuniceerd. Ik heb laatst ook nog met de particuliere artsen, dat ik ook een noodkreet van ze gehad. Dat zij niet van alle richtlijnen op de hoogte waren. Er is gisteren een hele mooie symposium / klinische les geweest door de infectiologen aan de verschillende artsen in samenwerking met de SPA-OTS. En ik denk dat een ieder ook de COVID-website kan bezoeken. De situation report staat ook daar. Is ook geplaatst, wordt geprobeerd om ook dagelijks te plaatsen, zodat de situatie in Suriname merkbaar is. En als de PMS toch voelt dat ze niet op de hoogte zijn, wil ik via deze weg ook vragen dat zij mij altijd kunnen schrijven of via hun bestuur kunnen bereiken, zodat we kunnen kijken in welke mate zij niet voorzien zijn van informatie, zodat we dat nog kunnen doen. Met betrekking tot de thuiszorg wil ik dat zeker nog meenemen naar en bespreken met de directeur van SOSAVO. Want dit gedeelte betreft dus echt wel SOSAVO. We hebben afspraken gemaakt, een paar richtlijnen met elkaar afgesproken. En ik denk dat de directeur daar ook werk van heeft gemaakt, maar zij de beste persoon is om hierop verder antwoord te geven met betrekking tot de andere instellingen. En de risicotoelagen voor de verpleegkundigen wil ik niet voor mijn beurt spreken. En dat zeker meenemen naar de minister van Volksgezondheid om te kijken wat daarvan mogelijk is. Omdat dat niet iets is dat ik nu 1, 2, 3 zou kunnen antwoorden. Ik neem het zeker mee. Dank u. Voor deze ronde nog, de 5G-discussie. Kolonel Slijngaard. Doen we dat na de volgende ronde? Oké, we komen daarop terug, die 5G-discussie. We vervolgen de persconferentie met een statement van de vicepresident. Dank u wel. Kijkers en luisteraars. We willen vandaag met u delen de ontwikkeling ten aanzien van de wet, zoals die noemen. De wet voor de afkondiging ter uitvoering van artikel 72 onder C van de grondwet. Met betrekking tot afkondiging van de burgerlijke uitzonderingstoestand in verband met de COVID-19-pandemie. Ook wel genoemd wordt de wet uitzonderingstoestand COVID-19. De bedoeling is om dit vandaag met u te delen, zodat u ziet dat wij vooruitkijken, dat wij anticiperen. Zijn regering is vooruitzien. Anticiperen op een mogelijke verergering. En dat we daar de voorzieningen en de faciliteiten voor en de sancties voor ready hebben in geval het zover zou mogen komen. Laat mij u rapporteren dat er ook zeker lof is uitgesproken en de complimenten naar het team vanuit beide zijden van het parlement. Zij het oppositie, coalitie, breed. Dat is heel, zijn dankbaar daarvoor. We zijn bewust van het team, de competenties die er zijn, het harde werk dat men verricht. En dat moeten we gebruiken. En dat weerspiegelt zich natuurlijk in de goodwill bij de gemeenschap en de willingness, de bereidheid van de gemeenschap om mee te gaan. Die weerspiegeling zul je zeker hebben. Wat nu moet gebeuren is, als wij vooruitkijken, dan nemen we aan de ene kant lessons learned, wat hebben we geleerd in deze periode, maar ook, waar gaan we eventueel naar een andere situatie toe,
Wat moeten we nog verder regelen? In dat kader heeft deze wet zo'n leemte, zo'n gap gevuld. Met andere woorden, deze wet geeft ons de ruimte om de lessen die we hebben geleerd, waar de gaps zijn, misschien juridisch, handelen wij volgens wet. Dat soort van vragen toch? Handelt de politie wel binnen haar bevoegdheden? En we hebben aangegeven in het parlement, we hebben tot nu toe uitputtend zoveel als mogelijk de bestaande bevoegdheden, sancties toegepast die in het handvest of anderzijds aanwezig waren. Maar de regering wil zich ook niet in een verwijtbare positie plaatsen, wil ook niet beschuldigd worden of een rechtszaak aangespannen worden van de regering. Handelt u wel binnen de regelgeving, binnen de wet? Vandaar dat het nodig was om binnen dit stukje wetgeving deze zaken mee te nemen. Dat de regering ook binnen een wettelijk kader handelt. Dat de regering niet buiten een wettelijk kader handelt. Tegelijkertijd kunnen we verergerende situatie mogelijk krijgen. Al nu hadden wij, DMS hoor ik, had een kritiek. Maar u moet niet vergeten, aan het eind in het artikel zegt DMS ook. Mits de handhaving gedaan wordt, en precies daar stuiten wij op een probleem. De handhaving, we zijn nu in een partial lockdown. En als we in een full lockdown gaan dan, we zien de uitdagingen van quarantaine nu al in een partial lockdown. Hebben we genoeg quarantaineruimte? Hebben we genoeg overheidsquarantaineruimte? Is repatriatie niet daarvan afhankelijk? Dus alles is met elkaar verbonden. Meer overheidsquarantaineruimte gemaakt, dan moet je gebruik kunnen maken van gelegenheden die er zijn. Met de mensen goed kunnen praten, maar dat moet ook geregeld worden bij wet. Dat je dat kunt doen. Dat soort van zaken zijn geregeld in de wet. Laat me starten met dat het niet een noodtoestand situatie is. Er is duidelijk aangegeven, wij hebben als regering niet gekozen voor een noodtoestand. Want dat zou kort zijn. Je gaat naar het parlement, je vraagt het parlement om toestemming, je kondigt een noodtoestand uit. Dat is een hele andere situatie waarbij het burgerlijk gezag terzijde wordt gezet en dan wordt vervangen met een militair gezag. En dan krijg je een nationale veiligheidsraad. Het parlement, zou je zeggen, is buiten werking gezet. We hebben bewust gekozen dat niet te doen. Met andere woorden, een uitzonderingstoestand waarover we nu praten, dat is aan de orde. En een uitzonderingstoestand wil zeggen dat het parlement daar blijft als hoogste college, hoogste orgaan van de staat. Dat het parlement actief blijft, toezicht doet op de overheid, op de regering. Dat we in samenspraak met het parlement zaken doen, dat allemaal blijft intact. Maar een uitzonderingstoestand geeft wel ook de minimale bevoegdheden aan de regering. Bevoegdheden zijn dus de maatregelen en de voorzieningen. Zodat de regering COVID-19 en de daaruit volgende consequenties kan beheersen. Dat is het idee van die wet. De regering, je wil maatregelen nemen. Doe alles eraan om ons volk veilig te stellen. Doe alles eraan. Heeft u maatregelen nodig? Neemt u maatregelen. Maar ga niet zo ver buiten mensenrechten en dat soort van zaken. U wilt voorzieningen? Zorgt u ervoor dat u wel in samenspraak met de mensen een kostprijs kunt afstemmen. Dat soort van zaken zijn geregeld, zodat we niet een situatie krijgen waar we tot het extreme grepen nu we gaan handelen en een noodtoestand uitgebroken. We willen het verantwoord doen en hebben dus op deze wijze geregeld. Dus geen noodtoestand, mensen. Het is een uitzonderingstoestand waar er uitzonderlijke bevoegdheden aan de regering gegeven zijn, zonder te komen aan grondrechten, mensenrechten, die deels maar beperkt zijn
ten behoeve van het beheersen van een crisis, een gezondheidscrisis. Oké. De periode is ook maximaal 3 maanden met een extra van 3 maanden. Wat dat betekent dat de president kan afkondigen een uitzonderingstoestand, maar hij hoeft net niet te nemen voor 3 maanden. Hij kan het korter doen, hij kan het ook korter afzeggen. Luister, dit zijn de bevoegdheden, deze maatregelen en zo worden in een uitzonderingstoestand, mag de regering dat doen. Maar we trekken ons terug naar 2 weken. Dat kan ook. Maximaal 3 maanden. Maar als we 3 maanden ook nemen, hebben we de mogelijkheid daarna om nog 3 maanden verder te gaan. We hebben ook erbij geregeld. Vandaag trouwens wordt ook geïnstalleerd, als het goed is, de parlementaire crisiscommissie. Dat is een commissie van het parlement die samen met de regering gaat kijken. Volgen wij wel binnen die wet wat wij toegezegd hebben. We hebben toegezegd deze maatregelen, deze voorzieningen, maar ook deze vergoedingen. Noodfonds, financiering voor allerlei zaken die failliet zouden gaan, lonen opvangen. Volgen wij dat. Het parlement heeft altijd inspraak en dat hebben wij dus altijd behouden. Daarom noemen wij het een burgerlijke uitzondering. Geen militaire zaken. Ook nog, de regering informeert de parlementaire crisiscommissie op regelmatige basis over het verloop en de aanpak van de uitzonderingstoestand. En DNA kan altijd ingrijpen. Onthoudt u dat? Want dat kan zeggen, ja, dus is het mogelijk om in te grijpen, want u heeft het uitzonderingstoestand uitgenodigd. Waar kan DNA kan ingrijpen? En het is binnen de wet ook geregeld dat DNA kan ingrijpen. U heeft ook duidelijk aangegeven de maatregelen, en een van die maatregelen noemde ik net, gebouwen, terreinen en andere gelegenheden die niet in gebruik zijn, kan de regering beroep op doen, afspraken maken met de eigenaren en kijken wat kunnen we als kostprijs door een onafhankelijk iemand vastgesteld betalen, door, omdat we die nodig kunnen hebben voor een noodsituatie waar wij tekort aan de quarantaine zouden hebben, isolatieruimte, en dat willen wij zeker niet tekort hebben. Dus het laatste wat wij moeten horen is dat we geen ruimte hebben in een situatie als Italië of waar mensen op straat dood neervallen en dat soort van scènes willen we zeker niet. Tegelijkertijd richtlijnen voor burgers, bedrijven, als het gaat om bewegingsvrijheid, allemaal kennen we, om allemaal de vermindering van die spreiding te reguleren. Al deze zaken zullen hebben wij genoemd als maatregelen. Wat wij nu zullen doen, is deze maatregelen vervatten of in een presidentieel besluit. Elk van deze maatregelen komen in een presidentieel besluit. En dat is de juridische basis waar wij als regering onszelf ook beschermen en zeggen, wij gaan niet buiten wet en recht. Het is geregeld met wetuitzonderingstoestand uitgebouwd naar een presidentieel besluit. Het is bij wet vastgelegd. En het parlement kan altijd nog controleren en screenen. Dan heeft u ook nog de voorzieningen, los van de maatregelen, voor bedrijven door gedwongen stopzetting, door de aangekondigde maatregelen zou je kunnen krijgen dat ze inkomensverlies hebben. Dat wordt allemaal bij staatsbesluit geregeld om te kijken hoe gaan wij die bedrijven opvangen. En noodfinanciering, dat was ook nodig, als ik me niet vergis, hier in, even kijken, voor gespecialiseerde instituties, ziekenhuizen, BOG, dat we die financiering in plaats brengen, zodat we optimale beheersing hebben van die, en bestrijding van het virus. En deze worden allemaal inderdaad bij presidentiële resolutie vastgelegd. Ten aanzien van informatie en voorlichting. Er is heel veel gezegd. Maar we gaan hiermee moeten meekrijgen de mediabedrijven, zodat men de minimale informatie die we moeten brengen naar die gemeenschap kunnen verwachten via de mediabedrijven ook te kunnen communiceren met dat fonds. Dat is ook hierin verliefd.
Wat ook geregeld is, en dat is belangrijk, en ik ga het voor u voorlezen. Voordat er een heleboel gezegd wordt hier morgen in de media. En dat wil ik vermijden. Er is hier duidelijk gesteld, de regering, en dan zeg ik nog een keer, de regering is bevoegd. En dat heeft een beetje onrust gecreëerd, wat is toen verduidelijk. De regering is bevoegd maatregelen te treffen ten aanzien van degenen die onjuiste berichten of voor de samenleving gevaarlijke informatie verspreiden. En dan komt het. In verband met de COVID-19 pandemie. Alleen in verband met de COVID-19 pandemie. Want daar is de gevoeligheid. Zoals die zich in Suriname voordoet. Dus men heeft de vrijheid om te praten over Italië en over alles. Maar, u kunt vrij daarover hebben. Maar over de lokale situatie zitten wij hier voor u om de juiste informatie te brengen. En het kan opzet zijn om die onjuiste informatie te brengen, waardoor u een verergerde situatie krijgt, chaos krijgt. En dat moet vermieden worden. Het is een delicate, dus gevoelige kwestie. Maar we gaan nog verder. Zoals die zich in Suriname voordoet, met het doel deze berichtgeving te voorkomen, onverminderd de toepasselijkheid ter zake van het wetboek van strafrecht en overige wettelijke regelingen. Met andere woorden, ook zelf de bestraffing of hoe dan ook gaat binnen strafrecht gebeuren. Binnen wat al geregeld is. Dus mensen moeten niet komen zeggen, het is buiten een wet en ze kunnen dan de mens onjuiste informatie alleen over COVID-19 pandemie in Suriname. De rest bent u vrij om wat u wil over alle onderwerpen te vertellen en te zeggen. En ik denk dat wij allemaal begrip daarvoor kunnen opbrengen. Dan heeft u nog ten aanzien van de bewegingsvrijheid, laten we dat ook voor u voorlezen. Bij de toepassing van de krachten deze wetgevende maatregelen en voorzieningen door de regering worden de ingevolgen de grondwet en internationale verdragen gewaarborgde onaantastbare burgerrechten alsmede de grenzen van de beperkingsmogelijkheden van die rechten steeds in acht genomen. Dat wordt altijd in acht genomen. Men moet dus nu komen zeggen, we komen aan mensen en burgerrechten en het betreft in ieder geval het recht op leven, het verbod van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling en het verbod van slavernij en dwangarbeid. Dat kan nooit het geval zijn, mag nooit het geval zijn. Ik zag een filmpje waar de jongens op de vloer en minister Juspel heeft vandaag gezegd, dat is een filmpje van 2018. Maar de mensen zitten het uit te zenden alsof het nu gebeurt. Is niet waar. Dus we moeten niet proberen KPS of onze diensten een slechte naam toe te brengen. Natuurlijk is het niet goed dat het toen misschien, en daar is een verklaring doen voor, maar dat is niet nu het geval. Dus dat soort van informatie moeten we voorkomen. Dan wil ik de minister van Financiën vragen om aan te geven ten aanzien van COVID-19 noodfonds en de financiering, het deel van de wetgeving die wij gisteravond in plaats hebben gebracht en dat hiervoor de ruimte aan u voor de vraag. Is dat het? Ja. Nee. Dank u wel, VP. Een goedemiddag aan u allen. Kort in de, vanuit de financiële aanpak van de COVID-crisis was het voor ons eerst het kunnen verzekeren van alle nodige financiën voor volksgezondheid en voor het aanpakken van dit fenomeen. Via natuurlijk 1. De reguliere begroting, 2. Via ondersteuning van de internationale instellingen. Vanuit financiën, in goede coördinatie met volksgezondheid, zijn we druk bezig geweest met de Wereldbank, de IDB, CDB, Islamic Development Bank, OFID, al onze internationale multilaterale partners om ons te helpen op dit pad. Heel snel zijn er fondsen vrijgemaakt.
de focus van alle internationale instellingen was vrijmaken van gelden uit reeds lopende projecten. Dus stel dat er projecten waren waar er geld nodig was, pas in het derde of vierde jaar, dan werd het geld gelijk vooruit geschoven. Van met de Wereldbank uit het Saramaka-Kanaal-project, we direct 425.000 kunnen verzekeren, waarbij dus goede hulp is geweest voor ons. Verder ook is een fast-track fenomeen van de Wereldbank voor een aantal landen vrijgekomen. Suriname had recht op 5 miljoen, dat is ook verzekerd. Maar de IDB is voor speciale kerst ongeveer 1 miljoen vrijgegeven. Daar hebben we ook gebruik van kunnen maken. En vanuit de IDB zelf is er met nog wat komt, zo'n 20 zoveel miljoen ook. En dat is allemaal te maken met de gezondheidszorg, aanpak van het coronavirus. Dus belangrijk aan te geven dat het eermarkte middelen zijn, dus de middelen die volledig gaan richting volle gezondheid. Bestrijden van het fenomeen natuurlijk, alles wat daarmee samengaat. Dat was voor ons het belangrijkste, want natuurlijk de economische impact moet nog komen, maar we moeten het land gezond blijven houden. Ik denk dat dat erg goed loopt. Er is een hele goede afstemming met het team en zoals zoveel het hebben gezegd, wil ik ook toevoegen mijn complimenten voor de aanpak, waardoor de cijfers toch wel verschrikkelijk laag zijn. En dan komt natuurlijk het tweede vraagstuk. En het vraagstuk dat veel complexer zal zijn, omdat het heel diep gaat. IMF-directeur voor de Western Hemisphere, die heeft al aangegeven dat deze crisis waarschijnlijk het ergste is dat Latijns-Amerika en het Caribisch gebied kan overkomen in de laatste 50 jaar. Ik zeg ook dat deze crisis waarschijnlijk in omvang alleen te vergelijken is met de grote depressie van 1929, met het verschil dat 1929 je niet de mens centraal had als een gezondheidsvraagstuk. Waardoor de recovery methodes natuurlijk ook wat anders waren. We zijn hier met een fenomeen dat men al aangeeft dat de periode 2015-2025 waarschijnlijk ook als een verloren 10 jaar kan worden beschouwd. Hetzelfde was het geval in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied in 1980-1990 met een grote schuldenlast. Wat men toen de lost decade noemde, ziet men ook hier zoals de lost decade. De impact van de grondstoffencrisis van 2015, wij zijn nauwelijks uit die naweer gekomen. Je kent alle de zeer zware periode om niet direct weer in dit gat te kunnen vallen. Schattingen zijn dat op school recovery in 2021 gaat plaatsvinden van de economieën, we toch kunnen kijken naar een val van tussen de 20% of 25% van het BBP. In Suriname hebben wij twee zware vallen van het BBP gehad gedurende de grondstoffencrisis van rond de 10%. En u weet wat de impact is, gaat u maar na dat de voorspellingen uitkomen. Dat we dus praten over 20% tot 25%. De landen zoals wij hebben niet de luxe om triljoenen dollars of euro's in de economie te gooien om het te kunnen versterken. Wij zijn veel afhankelijk van wat wij kunnen genereren met exporten die vooral nu zeer zwakjes zijn en daarna natuurlijk financiering. En daarin is natuurlijk een groot vraagstuk, omdat door het coronavirus New York ligt plat. Je kent de beelden, de grootste financiële centra liggen plat. En wat niet plat ligt, daar is er zoveel vraag naar.
dat men het praktisch niet aangaat. Maar de economie mag niet stil blijven staan. Dus we hebben net als vele andere landen ook met het IMF gesproken. Via videoconferenties, telefoonconferenties en elektronische communicatie is er vanuit het Caribisch gebied heel veel gedaan. De roep is dat het IMF de bureaucratische weg van financieringen laat varen, waardoor er toch wel snel middelen vrijkomen voor onze landen. In 2008, bij de grote crisis, heeft het IMF toen een bepaald gedeelte van de quota afgestaan aan de landen om als buffer te dienen om de klappen op te vangen. Velen ook aan ons Caribisch gebied, begrijp ook Afrikaanse landen, die vragen om dit model. Het verschil tussen 2008 en vandaag is dat in de crisis van 2008 direct daarna toch wel grote vraag was naar grondstoffen, omdat China haar economie gewoon door bleef denderen. Dat is totaal verschillend met vandaag de dag. De eerste klap van de crisis kwam in China. De uitwerking praten wij over negatieve cijfers overal, inclusief China. En de grondstoffenvraag zal niet hetzelfde zijn als na de crisis van 2008. Dus hoe kunnen wij onszelf versterken? In het noodfonds dat de regering in elkaar heeft gezet, waarbij er naast de internationale financiering waarover wij ons gaan buigen, er een 400 miljoen ter beschikking komt. Een sterke focus is op het kunnen behouden van jobs, het kunnen openhouden van bedrijven en waar nodig dan de ondersteuning te geven. Hiermee gezegd is er een zeer zware focus op het kunnen stimuleren van nationale productie. Er is heel veel dat we zelf hier doen en maken. Er is ook heel veel dat we zelf kunnen doen, maar dat we steeds maar importeren. Maar de details hiervan, de financiën, die hebben wij in stelling gebracht. Maar de details hiervan, dat zullen mijn collega's in de entertain van HIT, Stefan Sang en Rabbit Permisser LVV daarop ingaan. Beide hebben hele concrete voorstellen waar we naartoe kunnen gaan. Naast het stimuleren van lokale productie is natuurlijk focus op het desincentiveren van de import. Waar nodig een temporary import stop en waar nodig wat hogere tarieven, zodat de focus blijft op de voorziening van de basis en strategische goederen om onze nationale economie op peil te kunnen houden. Het is niet eenvoudig. We hebben de eerste ronde effecten natuurlijk de economie, de medische kant. We moeten de mensen gezond houden, maar ook de economische kant. We zijn niet alleen wij. De meeste landen zijn in de beginfase van de lockdown. De mensen teren nog op wat reserves. Het is vrij nieuwig. Maar u begrijpt dat als er zoiets wekenlang gaat voordoen, dan zullen er de nodige uitspattingen zijn. We hebben niet alleen een formele sector, het deel is bij de overheid. We hebben ook een sterke, een grote informele sector. Werk om stil te liggen, activiteiten komen stil te liggen. Zaken zoals toerisme, horeca, cinema's, alles komt stil. De meest eenvoudige activiteiten dat die jobs genereren, die gaan langzamerhand allemaal dicht. Casino's met duizenden werkers gaan dicht en daarvoor moet de opvang komen. Maar natuurlijk hebben we meer aan om wat nou open kan blijven, want voor de veiligheid en gezondheidsvoorschriften open blijven. Waar er werk gegenereerd kan worden, kan er werk gegenereerd worden. Maar waar dat niet kan, dan zal de overheid via de rescueplans moeten inkomen. En dat betekent dat wij
We kijken al richting belastingverlichtende maatregelen. We kijken richting ondersteuning naar bedrijven. De details, we zitten deze dagen met elkaar. Als ik kijk naar de VP, denk ik dat we zaterdag concrete plan naar de input van alle ministeries. Complete plan van aanpak hebben. Maar wat wij willen verzekeren is dat wij bedrijven niet in de kou laten staan. Dat de focus gaat naar lokaal, lokale consumptie, lokale productie. En aan de andere kant dus naar de ondersteunende pakketten die wij uit de verschillende financieringsmodellen krijgen. Maar ik ben blij te zeggen dat niet wij alleen de communicatie met de internationale instellingen loopt goed. We hebben al ondersteuning van de IDB in disaster preparedness. Die zijn bezig met ons uit te werken. De alternatieven, totaal gebaseerd op de ervaringen van de vele landen. Voor velen is het een shock. Of voor alle is het een shock waarmee we bezig zijn. De Islamic Development Bank en haar private organisatie staat ook gereed om met projecten ons te ondersteunen. Daarbij dus ook een oproep aan de private sector van het project die te maken hebben met uw bedrijven lief houden en het lokaal content hebben, dan willen wij die graag aanhoren voor een fast track faciliteit. De OVID die zegt ook hetzelfde, dus we hopen dat wij dat goed kunnen uitzingen. Maar de situatie is internationaal heel moeilijk. Het begrip van quantitative easing, dat zo wijd verspreid werd in 2008 in de US en later in 2011 in Europa is overgenomen. Dat begint al post te vatten in Latijns-Amerika. We zien bijvoorbeeld de Centrale Bank van Colombia, die druk bezig is, gratis papier van de overheid en van de private sector op te kopen om liquiditeit te verschaffen. We zien ook dat de Centrale Bank van Brazilië nu vraagt dat wetgeving wordt veranderd, zodat zij ook wat steviger kunnen zitten in het geven van liquiditeiten aan de sectoren. Dit zijn onconventionele methodes die worden toegepast, die waarschijnlijk 5 tot 10 jaar terug in de orthodoxe monetaire en fiscale politiekvoering totaal een taboe was. De landen zitten met hun rug. We zitten met onze rug tegen de muur. Dus we gaan dit soort alternatieven moeten aanzwengelen om op basis daarvan te kunnen overleven. En ik zeg het al, de eerste shocks die komen eraan. Maar de spillover, kleine landen als Suriname, de rest van het Caribisch gebied betalen altijd een enorme prijs van wat er allemaal misgaat in de wereld. En wanneer de grotere landen zich gaan recoveren, back your life, dat wij dus op de een of andere manier in de internationale prijzen de rekening gepresenteerd gaan hebben. Dat het van mij kan, die nog vragen zijn. Ja. U begreep dat los van wat wij nu aan u voorhouden is een deel van de wet. De afkondiging van deze wet is des presidents. Hij zal natuurlijk het groter kader aangeven. We hebben delen hierin aangehaald aan de hand van kritieken die wij gisteren tijdens het parlement, de parlementaire discussies, hebben gehoord in de gemeenschap ten aanzien van COVID-management en beheersing. En we willen niet dat de zaken daar buiten lopen, morgen andere zaken gezegd worden, maar er is veel meer in die wet. En ik ga u vragen dan om de president af te wachten, want dan gaat hij na ondertekening, afkondiging nog wat heel veel zaken aan u voorhouden. En dan krijgt u de totale scope. Want nu, op dit moment, is het belangrijk dat u wist wat die kritieke punten waren betrekking tot management van het virus, de spreiding, en de consequenties naar die bedrijven. Ik zei al net, opvangen voor lonen van mensen, bedrijven die minder inkomens hebben, dat allemaal is geregeld ook binnen deze wetgeving, binnen dit stukje wetgeving. Dus daarop kunt u rekenen. Ik weet niet of de minister van Handel en Industrie nog een toevoeging wil doen. Ja, dank u.
Dank u wel. Goedemiddag ook van mijn kant. Ja, zoals u weet, de COVID-19-pandemie heeft wereldwijd landen, zowel economisch als medisch, overrompeld. De regering en het managementteam hebben vroegtijdig maatregelen getroffen en we hebben daarmee kostbare tijd, waardevolle tijd gekregen om ons verder voor te bereiden. We hebben tot nu toe voornamelijk gehad over het medisch aspect. De wet burgerlijke uitzonderingstoestand maakt het onder andere mogelijk om de maatregelen voor het economisch aspect ook efficiënt uit te werken. Niet alleen het economische, maar gedurende de lockdownperiode treft de regering maatregelen om onder andere op sociaal-maatschappelijk vlak, dat is de veiligheid en orde te handhaven, de voedselzekerheid te garanderen, de beschikbaarheid van de strategische goederen te garanderen, een mogelijke uitbraak te voorkomen, medische opvang gereed te maken, quarantainefaciliteiten te creëren, opvang van hulpbehoevenden te garanderen, onderwijs te garanderen, etc. Op sociaal-economisch vlak ondersteuning aan getroffen bedrijven te bieden, de herstel van de economie voor te bereiden, lokale productie te stimuleren. Deze wet maakt het mogelijk om gauw te kunnen moven. En we hebben de tijd niet mee. Ik wil enkele voorstellen van het ministerie van HIT aan u presenteren, die nu worden uitgewerkt door de regering op sociaal-economisch vlak. En ik hoop daarmee wat duidelijkheid te verschaffen aan de kijkers. Ik moet erbij vermelden dat het niet het complete stimuluspakket is, want de andere productieministeries, zoals voornamelijk LPV, hebben ook een pakket van maatregelen. Het doel van de regering met betrekking tot het sociaal-economisch vraagstuk gedurende deze COVID-19-crisis is om zoveel als mogelijk bedrijven te behouden gedurende deze crisis. En ervoor te zorgen dat er zoveel als mogelijk de lonen van de arbeiders door worden betaald door incentives te geven aan bedrijven. Tegelijkertijd is de focus van de regering op de lokale productie, zoals ook mijn collega van Financiën net heeft aangegeven, is een gelegenheid te garanderen of zelfs nieuwe werkgelegenheid te scheppen. We zijn een exercitie aan het maken met alle beschikbare cijfers om het stimuluspakket samen te stellen voor de private sector. Het is niet makkelijk om de juiste cijfers te verkrijgen, maar we werken eraan. Het gaat om data verkregen van diverse ministeries en instanties. En we zijn bezig om een zo goed als mogelijk beeld van de situatie te kunnen schetsen. We weten dat werknemers zijn in de informele sector. Daarnaast kunnen er nog veel ontslagen volgen vanwege de COVID-situatie bij bedrijven in de formele sector. En die zullen we allemaal moeten meenemen en we bereiden ons erop voor dat ze moeten kunnen terugvallen op het ministerie van Sociale. We willen dit zoveel als mogelijk voorkomen of beperken. Vandaar dat er een focus is op het stimuleren van lokale productie om de werkgelegenheid en productie te verhogen. Er zijn gesprekken geweest met diverse actoren. We hebben klankborden ingesteld met enkele van de sectoren die het hardst getroffen worden door de situatie, voornamelijk de toerisme sector. De gesprekken zullen voortduren en we zijn bezig om zoveel mogelijk sectoren aan te horen. De zorgpunten en voorstellen die we constateren worden allemaal meegenomen en aangeboden aan het ministerie van Financiën. Uiteindelijk wordt dan een simulatie gemaakt en het wordt vervolgens aan het bestuur van het noodfonds, zoals de wet het voorschrijft, aangeboden om er een besluit over te nemen. Ik ga ze niet allemaal voorhouden hier, maar de meest belangrijke voorstellen voor het stimuluspakket vanuit het ministerie van Handel zijn als volgt. Er is een voorstel om de betaling van hypotheken en leningen uit te stellen voor een bepaalde periode om bedrijven en individuen tegemoet te komen. Dit wordt besproken met de banken en de Centrale Bank van Suriname. Voorstel om pensioenafdrachten gedurende een bepaalde periode te stoppen of uit te stellen middels een gespreide betalingsregeling. Voorstel om tax holidays in te stellen en diverse belastingen te weven voor een bepaalde periode. Er is een voorstel om rentloze leningen aan te bieden aan ondernemers. Er is een voorstel om een herstelfonds in te stellen om de getroffen sectoren te herstarten na de crisis. En ik moet erbij zeggen dat we alle particuliere initiatieven toejuichen. Het
fonds kan worden afgestemd met particuliere initiatieffondsen, zodat het efficiënt kan worden ingezet om de economie te herstarten en zodat we niet langs elkaar hoeven te werken. Er zijn voorstellen om voornamelijk de primaire basisproducten betaalbaar en beschikbaar te houden. Producten die we niet zelf kunnen maken, zullen we moeten importeren. Bewust van de situatie met de prijzen in de winkels. De valutawet heeft de koersvlucht een abrupt halt toegeroepen. We werken eraan met de centrale bank om de situatie verder te normaliseren en de wet ten uitvoer te brengen. Met enkele importeurs van basisgoederen en de winkeliers zijn afspraken gemaakt. En zeer binnenkort zullen basisgoederen worden geleverd aan de winkels tegen betaalbare prijzen. Er zijn voorstellen om de importen van luxe goederen tijdelijk te stoppen. Om de beschikbare middelen aan te kunnen wenden om de strategische goederen voor een bepaalde periode te kunnen garanderen. En dan heb ik het over strategische goederen als de primaire levensbehoeften, maar daarnaast ook voor COVID specifiek vitamine C, zuurstof, mondkapjes, personal protective equipment en dergelijke. Maar ik wil herhalen dat het gaat om een voorstel voor een tijdelijke importstop. Er was wat commotie ontstaan omdat er een stuk was uitgelekt. En er is een leuk verhaal eromheen verzonnen. Maar het gaat om een tijdelijke importstop van luxe goederen om de strategische importen te kunnen garanderen voor de komende 3 tot 6 maanden. Er zijn voorstellen om de nutsvoorzieningen voor productiebedrijven te verlagen om de lokale productie te stimuleren. Het gaat voornamelijk om stroom, water en internet. Er zijn voorstellen om bedrijven die arbeiders in dienst houden of nieuwe arbeiders in dienst nemen in deze periode een korting te geven op hun omzetbelasting. Er zijn voorstellen om ambtenaren die thuis zitten in te zetten bij zowel publieke als private productiebedrijven. Er zijn voorstellen om bedrijven die gesloten zijn de mogelijkheid te bieden om lonen die ze moeten uitbetalen aan werknemers te verminderen en daarbij een bijdrage te leveren vanuit de overheid om die werknemers verder te ondersteunen. Bedrijven zullen het moeilijk hebben, we erkennen dat. Uiteindelijk willen we dat alle bedrijven behouden blijven, zodat de werkgelegenheid gegarandeerd blijft. Er zijn voorstellen om de importvervangende producten te stimuleren. Met de COVID-crisis worden we hard met de neus op de feiten gedrukt dat we niet zo door kunnen gaan met een importeconomie. De verwachting is dat er wereldwijd een schaarste zal komen van de strategische goederen. We zien al dat de grote rijke landen heel veel van hun exporten, zoals mondkapjes, beademingsapparaten, niet meer beschikbaar stellen voor de export. Deze landen zullen ook zwaar trekken aan de globale strategische voorraden. En indien het aanhoudt, kunnen we wellicht verwachten dat veel primaire levensbehoeften die wij importeren en andere strategische producten, dat ze steeds schaarser zullen worden. Vandaar dat we verder moeten werken naar onze lokale productie. Er zijn voorstellen om deze importvervangende producten in de pakketten van SOSAVO te doen, om ook hiermee de lokale productie te stimuleren. Ik denk dat mijn collega LVP daar meer over kan vertellen. En zo ook hebben we gesproken over invoerrechten vrij importeren van grondstoffen en machines voor de lokale productie. Er zijn voorstellen om zorg- en dienstverleners in de frontlinie van de COVID-19 aanpak een extra toelage te geven gedurende de crisisperiode, etcetera. Ik herhaal, het zijn allemaal voorstellen die nog moeten worden aangenomen door het bestuur van het noodfonds. We kijken uit naar de vervolggesprekken met het noodfonds en dan kunnen we verder meer duidelijkheid verschaffen over het finale stimuluspakket. Dank u wel. Jawel, minister Sangi dat een beetje uitgelegd, maar het ging erom. Die noodfonds die we hebben gezet in die wet, zou dit allemaal moeten kunnen bewerkstelligen. Ik weet, er is een heleboel over gesproken, er wordt een heleboel gezegd, dat wordt allemaal in voorbereiding. Maar die gemeenschap vraagt zich af, wanneer komt dat ding dan werken? En u begrepen, net wat we hebben gezegd, alles dat in deze wet geregeld is, heeft nu de mogelijkheid om dat te doen. Het heeft even geduurd, 4-5 dagen. Daarom zijn we hals over kop in DNA beland. We regelen een wet uiteindelijk, dat komen aan goede zand is, uiteindelijk dat die gemeenschap een verlichting krijgt.
Dat is wat we willen hebben. Minister Sang heeft ze gelist. Noodfonds is er. Minister Financiën is bezig de invulling daarvan te doen. Zodat we nu kunnen dit alles hebben gelist. Daarom wachten de mensen. En dat mogen ze binnenkort dus nu wel verwachten. Want we hebben een wettelijke basis voor dat ding al in plaats gezet. Als er ruimte geven aan de mensen. Ja. Ja. Dank in dit kader, ik gaf u sorry. Ik gaf u aan. Dit zijn slechts enkele zaken die te maken hebben met het Nationaal COVID-19 Management Team. Er zijn meer zaken, maar dat is voor de president natuurlijk, om alles wat meer in deze wet geregeld is, om voor u te brengen in een breder team, of wanneer u dat tekent, en wat die presidentiële besluiten zijn, dat is voor de president, dat is een breder kader, maar om niet die misvattingen te hebben die mensen afgelopen 2 dagen zitten te vertellen in de media omtrent wat het team doet en de wet die erbij komt. Die misvattingen weg te halen, is informatie nooit genoeg, zeggen we. Dus, dank u wel voor dit moment en ik denk dat er ruimte gegeven kan worden. Dank u wel, vicepresident en ook de ministers voor hun toelichting. De pers. Goedemiddag nogmaals. Even een opmerking. Ik begrijp de noodzaak van de informatie, maar het was even te laat. We zijn bijna een uur verder. En het was voor ons echt te lang. Misschien een andere keer wat korter, samenvattend, dan hebben we heel wat mee. Maar ik heb wat vragen. Ten aanzien van de partiële lockdown, het was voor 14 dagen. We zijn al ergens 10. U sprak over de 3 maanden uitzonderingstoestand. U zegt het kan verlengd worden door de regering. Ik zou willen weten als het parlement weer in beeld komt of niet. En de minister van Financiën sprak over de economische impact. En bepaalde groepen in de samenleving zullen ondersteund moeten worden. We horen al dat bepaalde mensen nu al zeg maar 2 weken, 3 weken niet kunnen werken, de bushouders bijvoorbeeld. Is er al een beeld wanneer zullen deze mensen ondersteund worden? Hoe zullen ze ondersteund worden? Kunnen we dat ook even meekrijgen? Dank u wel. Dank u wel. De WND. Is gesproken over noodfinanciering. Welke bedrijven kunnen precies in aanmerking daarvoor komen? Zijn er specifieke sectoren geïdentificeerd die daarvoor in aanmerking kunnen komen? En de vicepresident heeft het gehad over onjuiste berichtgeving ten aanzien van COVID. Wat bedoelt u expliciet met onjuiste berichtgeving? Kunt u het omschrijven? Ja. En om terug te komen op dat van die uitzonderingswet COVID-19. De directeur van Volksgezondheid heeft daarnet gezegd, er zijn 4 mensen hersteld. Er zijn geen enkele gevallen erbij gekomen. Wat is dan geweest om te zeggen, we gaan een uitzonderingswet in het leven roepen? Dank u wel, de ware tijd. ABC. Nogmaals, Sam Blankendal, ABC. Regering, mijn vraag. Hoe denkt de regering aan de 400 miljoen van het noodfonds te komen? En waarop is de 400 miljoen gebaseerd? Hoe is het budget opgebouwd? En hoe kunnen de sectoren eigenlijk aanspraak maken? Hoe zal de verdeling van het geld zijn? En gaat dit noodfonds de economie niet verergeren? En ik heb nog een andere vraag. Welke bedrijven maken als eerst aanspraak op dit noodfonds en hoe kan men zich aanmelden daarvoor? Hoe kunnen de bedrijven zich aanmelden? Okay. Welke maatregelen neemt het ministerie om de importen veilig te stellen? Dat is de laatste toch? En wanneer mag de loontrekker belastingverlaging verwachten? Dankjewel, ABC. Vice-president. Ja, dank u wel. Ten aanzien van de partiële lockdown, inderdaad, we naderen 2 data.
eerste is, even voor u natrekken weer, dat ik mooi genoteerd hier voor u, is 14 april. We weten dat bij de eerste afkondiging van het luchtruim sluiten, hebben we gezegd 30 dagen, elke 30 dagen evalueren wij. Dat is dus 14 april. En 2 weken partial lockdown is 12 april. Zaterdag is er nog een partiële lockdown. En we hebben de evaluatie gepleegd en met een afstemming met de president, dat is een afkondiging dat door de president gedaan is, zult u kennelijk zaterdag de laatste dag horen wat het vervolg zal zijn. 3 maanden, inderdaad, en DNA, het parlement, geeft toestemming voor het nog 3 maanden. Ten aanzien van de vraag waarom nog een uitzondering toestaat, het is simpel. U weet dat, we hebben aangegeven, wij moeten binnen wet en recht handelen. Er moet geen twijfel zijn dat als de politie handelt, handvest, dit en dat. Maar u weet dat ook wat we noemen state of emergency en noodtoestanden in de wereld, ook bij conventies geregeld zijn. Europa heeft eigen conventies voor dat. En daarbinnen is geregeld dat er een beperking op die mensenrechten, bewegingsvrijheid en dat soort zaken komen. Uiteindelijk kan je handvest gebruiken voor de orde. Je kan nog ermee omgaan, zoals zeggen, spelen om te kijken binnen het handvest en wat mogelijk is om te kunnen handelen. Afkondiging president maken. Maar het veiligst bent u en ook onze hardwerkende politiemannen en vrouwen, is dat zij binnen zo'n situatie handelen. We hebben gezegd, die gap die er is, moet nooit en ten nimmer verwijtbaar zijn. Handhaving, en daar is de kritiek wat u net aangaat. Als de Vereniging van Medici zegt, luisteren we kijken naar medisch dat aspect, dan hebt u nog een aspect. Het veiligheidsaspect is daar de orde in die maatschappij, dat is niet een medisch advies. Dus als u kijkt naar het medisch gedeelte, dan gaan wij af op de richtlijnen van volksgezondheid, zoals we altijd zeggen. Maar de handhavingsmechanismen en de maatregelen, 2 meter en dat soort, wie handhaaft dat? Veiligheid. En als veiligheid in gedrang komt, mag veiligheid buitenweg en recht handelen? Nee. Daarvoor moet u een uitzonderingstoestand afkondigen. Geen noodtoestand, want dat zijn, vonden wij niet nodig. Dan ga je wel die bevoegdheden regelen, zodat de regering kan doen. Zonder te vertrappen allerlei fundamenten. Dat is 1. 2. Als het medisch advies dan ook is, ABC, ook de Vereniging van Medici in hun artikel, mits de handhaving gedaan wordt, dat geven ze ook toe. En daar is precies waar wij zeggen, in de handhaving van TNV en CCR, KPS komen aan de orde. En die hebben ook handvatten nodig, ja. We kunnen hen ook niet laten handelen buiten wet en recht en dan worden we morgen of voor het gerecht gesleept en voor een of andere mensenrechtenorganisatie, dat willen we ook niet hebben. Dus dat is de noodzaak geweest, maar de noodzaak is ook voor wat u net vroeg, wat u allemaal net vraagt. Waar blijft die compensatie voor die bedrijven? Waar blijft die compensatie voor die mensen die werkloos zijn? Die mensen die dan ontslagen zijn, misschien onterecht. Waar blijven die sancties? Waar blijven die sancties als die mensen toch niet luisteren voor meer dan 10 mensen bij elkaar? Moet dat niet geregeld zijn, dus daarom is die wet daar. Die mensen moeten gecompenseerd worden. We moeten opvangen voor die gemeenschap. Waar gaat die regering dat geld vandaan halen? Mag die regering dat doen op die manier? Die zaken moet je in een uitzonderingswet, uitzonderlijke bevoegdheden aan de regering geven. Om het geld van ergens te halen. Om die mensen de sancties op te kunnen leggen als de verspreiding van u en mij en een heleboel mensen verergeren. Dat is allemaal heel belangrijk. We willen de gemeenschap beschermen, elke Surinamer behoeden van. Maar daarvoor gaat u de regering, en dat gaat alleen de volksvertegenwoordiger kunnen doen. Daarom is deze wet daar. Dat is in het kort, dat willen minister Financiën vragen, dacht ik toch. Om te antwoorden voor de vragen ten aanzien van het fonds. Ja, de president. We kijken alvast aan de eerste cijfers van maart, inkomsten van de staat, die we 30%
10% drop vergeleken met februari. Natuurlijk, de belasting kan niet optimaal functioneren. Er komen minder activiteiten de haven binnen. En dit is slecht. We hebben de maatregelen in feite rond 1 maart beginnen te verscherpen. Dus wij houden rekening mee op een substantiële terugval van de inkomsten over de komende maanden. Daarvoor hebben we dus het noodfonds om de liquiditeiten te kunnen hebben om de economie aan te kunnen pakken. Focus. Haal de vragen zo'n beetje bij elkaar. De eerste focus is natuurlijk de banken. We gaan binnenkort zitten met de centrale bank en de banken om te kijken hoe we kunnen worden. Niet alleen om ten aanzien van de financiering van de staat, maar natuurlijk de impact van de economie. Wat zal het financieel wezen kunnen doen ten aanzien van de achterstanden die gaan oplopen in de leningen, of die reeds oplopen, de noodgedwongen veilingen, mensen die bijvoorbeeld hun huur of bepaalde zaken niet meer kunnen financieren. Hoe kan dat opvangnet zijn? Wat zijn de liquiditeiten die de banken vanuit de richtlijnen van de centrale bank kunnen verschaffen? Wat voor opvangnet zou men hierbij kunnen genereren? Welke bedrijven hoeven niet te wachten op steun van de overheid, maar kunnen via kredietfaciliteiten van de banken etc. geholpen worden? Dit is een nationale zaak, dus we gaan met elkaar moeten samenwerken. De input vanuit collega AIT en collega LVV zullen natuurlijk ook helpen om het plaatje compleet te kunnen maken. Ik weet niet of de VP het al aangaf, maar we zijn er bezig mee. En deze week zaterdag komen we bij elkaar om de zaak te finaliseren. Als we kijken naar de noodfinanciering zelf, we hebben de concerns vanuit het parlement over bijvoorbeeld de grenzen waargenomen. Zeker de politie, het leger, of zullen we verder moeten ondersteunen om overal zichtbaar te kunnen zijn, om in taken van grensbescherming te kunnen voldoen. De eerste klappen, denk ik, is de horeca, die komt stil te liggen. Die zijn altijd de eerste die getroffen worden, de toerisme sector. En dan denk ik met ondersteuning van andere ministeries zullen wij het rijtje verder afgaan. We werken ook uit met toch wel de weinig beschikbare deviezen dat wij de importen, de basisimporten, de strategische importen veilig kunnen stellen. Hey, we zitten natuurlijk ook 2 maanden voor de verkiezingen uitgewerkt, fiscaal en monetair programma. Daar kunnen wij 40 dagen voor de verkiezingen niet mee komen. Maar wij hopen dus dat wij toch wel een aanpassing kunnen hebben om deze moeilijke maanden even te kunnen overbruggen. Okay. Dank u wel. Een vraag voor u, VP, over dat van de onjuiste berichtgeving. Is de vraag naar wat duidelijkheid daarover? Ja, het wet van strafrecht is uitgebreid en daarin is duidelijk aangegeven wat onjuist is. Ik ben zo niet de juridische term al willen aanhalen, maar onjuist betekent niet juist natuurlijk. Het is niet juist. Als je zegt het is 6 dagen, dan staat daar 4 zijn genezen. Misschien bedoelt u dat het wat subtiliteiten zijn en dat soort van zaken. Maar dat is goed beschreven in het wetboek. En dat was aangepast in het parlement. Het was niet lang geleden dat dat aangepast is daarvoor. Dus ik vraag u om daarnaar te kijken. Als u echt specifiek, voor mij, wat dat betreft, onjuist is niet juist. Dus het is niet zo moeilijk om dat te begrijpen, wat onjuiste informatie is. Het is misleidend, maar als je gaat op de subtiliteiten van dat ding, heel genenig of zo, dan kunt u proberen dat het wetboek van strafrecht te volgen. U heeft al gehoord van het fonds, noodfonds. Daar is waar we de zaken willen opvangen. Laten wij dit moment aangrijpen. We hebben nu geregeld bij wet, gelukkig.
Daarvoor was het uitzonderingstoestand ook nodig. Niet alleen voor het beperken van mensen in het sancties dat we elkaar, dat we de besmetting tegengaan. Ik vraag u dit moment aan te grijpen. Wij als team hebben dit met beide armen, beide handen natuurlijk omarmd en gezegd laten wij nu verder. Tot op dit moment, ik dank u voor de informatie. Het was ten aanzien van de wet. En meer informatie kreeg u inderdaad van de president. De hele wet, wat het allemaal inhoudt en waarvoor hij dan kan. Dank u. Bedankt, VP. Dr. Jesseren had een toevoeging of een uitleg. Ja, dank u wel. Ik denk dat ik de vraag nu begrijp waarom die gesteld was. En het is belangrijk dat we ook aan onszelf de vraag stellen. Hoe komt het dat wij nu in deze goede positie zitten? Dat komt omdat wij als land snel, tijdig, nog voordat het was uitgebarsten, hebben gereageerd. In de public health situation moet je altijd kijken naar worst case scenario's. Je moet predictions doen, prognoses en nadenken, what if? Wat als het zo erg wordt? Zoals ik laatst al een paar rough cijfers had gegeven, zijn er nog meer predictions gedaan en er wordt gekeken naar de capaciteiten. We willen niet hebben om te wachten tot het laatste moment, wanneer we uiteindelijk zien dat er community spreading is, dat we dan gaan reageren. Dat we dan gaan zoeken naar quarantaineplekken. Dat we dan gaan kijken naar ziekenhuiscapaciteiten. Dat we dan pas gaan kijken hoe we het gaan oplossen. Precies hoe we voor deze fase tijdig en adequaat hebben gereageerd, waardoor Suriname in een nog goede positie zit, moeten we niet denken dat we voor altijd daarin kunnen of zullen blijven. We moeten public health-wise altijd aan de worst case denken. Vandaar, de ernst is er nu niet. Maar in prognoses is het er wel. De ziekenhuizen kijken nu ook naar verschillende scenario's waar het ons naartoe gaat brengen. Als Wanica ziekenhuis straks vol raakt, wat dan? Als onze PPE's die we nu hebben, de personal protective equipment die we nu hebben, straks niet genoeg gaan zijn als we gaan repatriëren en we zieke mensen daartussen. Of als we straks community spreading hebben en we nog meer mensen gaan moeten isoleren. Hoe gaan we onze zorgverleners beschermen? Dus deze acties worden ook speciaal genomen om al onze zorgverleners te beschermen, inclusief de VMS. Ik wilde dus dat toevoegen aan wat de vicepresident al had uitgelegd. Dank u wel. Directeur Volksgezondheid, Dr. Jesseren. Is aanvulling vanuit NCCR, Belinda Slijngaard. Ook deze zijde, goedemiddag. Ik wilde antwoord geven op de vraag van ABC. Gesteld is met betrekking tot feit. Ik heb het wederom voorgelegd aan de mensen van Telesuur. Er is inderdaad onderzoek gepleegd. Maar Telesuur heeft gevraagd dat zij dus in het programma zelf erop gaan terugkomen. Dus ik vraag om dus daar even op te wachten. Ja. Dank u wel, kolonel. Wat geduld vragen wij voor de pers ten aanzien van het financieel plaatje, zoals eerder is gesteld. Binnenkort heeft u dan nog meer informatie daarover. We gaan naar de afronding. Mag ik uitnodigen, overste Peren? Goedenavond, ook van mijn zijde. Sarah Mans in Suriname en daarbuiten. Ik heb enkele bekendmakingen voor u. Ik wil alvast beginnen met één vraag te beantwoorden uit de samenleving. We krijgen wat reacties over de wijze waarop we zitten op het podium. U mag weten, en ieder hier zit 2 meter afstand van elkaar. Als u nu achter mij ziet, de kolonel Slijngaard en dokter Jesseren, dan zitten zij 2 meter achter ons. Evenzo achter de vicepresident en de minister van Financiën. Het komt door het beeld dat het lijkt dat zij dicht bij ons zitten. We weten dat de vraag wordt gesteld,
zitten deze mensen wel werkelijk, houden zij rekening met 2 meter sociale afstand? Ja. Wees nu gerust. We zitten niet dicht op elkaar en we zijn nog echt wel gezond. Hoor, dank u wel. We moeten dan natuurlijk ook aangeven, dus vandaag omstandig zijn wij geïnformeerd over de wet burgerlijke uitzonderingstoestand. Er gaat nog meer informatie moeten komen, want vandaag was het allemaal zo evenveel. Maar we zullen het in kleine delen met u delen. Maar het moment dat de president het met de samenleving heeft gedeeld en u nog meer vragen heeft, kunnen wij kijken hoe we bij onze persmomenten met u dit kunnen laten meegaan met datgene wat wij moeten vertellen aan u vanuit volksgezondheid, vanuit de verschillende ministeries, vanuit de veiligheidssector. Dus maak u zich niet ongerust, we gaan u meer erover vertellen. De Financial Rescue Package, welke wij hebben aangegeven, welke het bestaat voor mensen die zitten in het buitenland. U weet dat u de buitenposten kunt bereiken als u in het buitenland bent, de ambassades, de consulaten. Mocht het zijn dat u toch nog meer zekerheid wil hebben, mag u ook de informatie sturen naar onze website en dan gaan wij u dan bereiken. Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft aan, waar er geen post is, dan zal de dichtstbijzijnde post u contacten. Dus vergeet u niet al uw informatie door te geven waar u bent, uw telefoonnummers, als u in een hotel bent, ook de informatie van het hotel en de kamer waar u bent. En natuurlijk ook uw e-mailadressen. Vergeet u ook niet, het helpt ook om uw familie hier in Suriname te vragen om de informatie door te geven aan Buitenlandse Zaken hier. Dan kunnen wij op 2 fronten u proberen te helpen. Ik moet ook nog doorgeven dat het ministerie van Onderwijs vandaag begint met distance education. En wel om, ze beginnen om 6 uur, het duurt van 6 tot 9. En het is te volgen op kanaal 8.2. Dus de mensen die, alle kinderen en jonge mensen, distance education vanaf vandaag op kanaal 8.2. Houd u zich aan de afspraak. We hebben 2 van Wangli Spikitang Faraway, die sociale distance. Was uw handen u ze. En als u niets te zoeken hebt op straat, blijf thuis. We maken ons klaar om terug te gaan, want zo strakjes begint de partiële lockdown om 8 uur. Op zo'n suite net die morgen gaan. Dank u wel. Dank u wel, overste. Bedankt, vice-president en de ministers, leden van het Nationaal COVID-19 Management Team, ook hoofdinspecteur Naarden en DC Nerkus. Kijkers en luisteraars thuis, bedankt voor het kijken en luisteren en graag tot gauw.